Okey-dokey. Challenge tijd. Curated. Altijd leuk. Altijd een uitdaging die ik hier... Soms, niet altijd. Oh, hallo. Dat leek mij een... Oké. Is dit Noorwegen? Vraagteken. Ja, dat denk ik wel. Waarschijnlijk is dit een herkenbaar iets. Gok ik. Maar dit is een vakantiepark of zo. Want ik zag in de beschrijving staan dat herkenbare en unieke locaties aanwezig zouden zijn. Of tenminste, ja. Dat dus. 30 Trondheim. Oh, oké, we zitten op de... Trondheim en Centrum. Waarom heb ik het idee dat Centrum niet plaats is, maar de, in plaats daarvan de... Huh. Daar hebben we een wat groter bord hangen. Dat is altijd wel fijn. 10 sets. Kijk, dat geloof ik eerder dat dat... waar is het dan? Maar tenzij dit weg nummer 30 is, maar... Dat is weg nummer 36, denk ik. Want ik zie, dat is 33. Er staat alleen hier geen nummer bij. Dat is een, dat is hetgene wat... Ja, oh, kijk daar, 31. Ja. Wauw, dat stond er wel bij. Nou, sorry. Dit lijkt mij Filipijnen te zijn. Timbangala. Ja, dit gaat waarschijnlijk weer... Dit gaat echt zo'n unieke locatie zijn waarvan ik echt geen idee heb waar we dit moeten zoeken. Ik zie het best gebeuren dat het een van die kleinere eilandjes is of zo. Ja, wat ik zeg, dit... excuus. Ja, ik zie dit echt gebeuren. Oh, Marawi City hier. Zo waar.
Ja, ik had verwacht dat het dan op een kleiner eilandje zou zijn, maar hey, luister, ik klaag niet. Dat is echt het is exact hetzelfde ding. Maar wat is hier dan gebeurd? Waarom is dit zo'n verlaten, overgroeide plek geworden, joh? Terwijl het er toch qua, ik bedoel, het is druk genoeg. Waarom wordt dit allemaal? Huh. Want volgens mij zijn dit allemaal mensen die dat is interessant. En dan is het nog de kans groot nou dat het niet een Marawi City is, maar goed. Nou, dat valt nog mee eigenlijk. Ik zag zoveel andere namen ook staan op die dingen. Ik dacht van, oh nee. Mooi uitzicht. Peru. Ik weet niet of de. Ik denk niet dat dit Lima gaat zijn. Zou het Cusco kunnen zijn? Oh, kijk, hondjes. Ja, dan moeten we toch echt wel een beetje een bevestiging krijgen. Oh nee, dat is gewoon een. Misschien dat het een rivier was of zo die ik zag. Oh, nee. Wacht even. Nee. Nee, ik klikte weg en vanuit mijn ooghoek zag ik dit en ik stond van. Oh, terug. Ik wil zeker weten dat ik dat goed gezien heb. En ik had het goed gezien. Hebben we hier straatnaambordjes? Nee, hè? Peru doet daar niet zo veel mee. Dan ben ik ook wel benieuwd hoe je dat in Peru doet met adressen en zo vinden. Weet je dat gewoon of wat? Oké, okay. Dit is de slingerslangweg. En waar we zaten, dat liep dood. Is het hier misschien? Dit zou wel kunnen. Want dan zou dit, zeg maar, waar we net stonden zijn. We gingen net die bocht om, dit is slingerslang. Ik zeg niet 100% zeker dat dit het is, maar het zou zomaar kunnen. Dit is het bochtje hier. Ik zeg absoluut geen 100% zeker dat het is. Maar ik doe gewoon een gok. Deze zou ook nog wel kunnen. Oh nee, ik heb hem! Yes! Oh, die voelt goed aan. Die voelt goed aan. Dit is Australië of Nieuw-Zeeland. Veel water. Jezus. Veel water was dat zeg. Dit zal weer onder zo'n unieke locatie vallen, zeg maar. Of zijn er van, oh hey, de straat die onder water staat. Natuurlijk weten we waar dat is. Dat is X hier.
En dan ben ik, dan heb ik zoiets van, oh, de wat nou? Misschien moet ik ook niet zo snel overal langs klikken. Darlington, Shirley, New Brighton. Ik gok dat dit wijken zullen zijn. Burwood, neem ik aan dat dat wellicht de huidige wijk is. Jammer. Ik had gehoopt dat daar meer informatie zou opstaan dan alleen wat ik nu heb. Want voorlopig kan ik niet hier niet heel veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil eigenlijk vooral op dit moment eerst weten, is dit. Kijk. Ik gok eigenlijk dat het een van de grotere steden is. Oké, langer focussen op eventueel het vinden van de plaats. We zeiden Purwood. Normaal staan denk ik. Crap. Dat is een. Dat is een hoop met mazzel die ik niet kan geloven. Oké. Okay. Oh boy. Dit gaat. Kijken. Dat was niet mijn eerste keuze geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan moet ik echt heel eerlijk toegeven dat dat absoluut niet mijn eerste keuze was geweest. Hey, ik zat meer te denken aan. Nou, misschien zelfs dat we richting. Peru weer zaten of zo. Maar nee, het is Albanië. Het is lang geleden dat we Albanië gehad hebben, zeg. En goed lang geleden. Ik heb alleen geen idee welke stad dit nou is. Oh, hallo. Ik zag een bordje staan. Tirana, Durres. Tirana is hier. Durres is daar. Hebben we een Girocaster? Bestaat dat? Is dat een stad? Want dat is een naam die ik al een keer eerder ben tegengekomen. Ik denk dat het 4 zegt. Dat zal een SH4 zijn.
Je zou denken dat het dan Wender zou natuurlijk ook nog wel kunnen. Oh, ik zag net dat hier. Tekens. Oh, ik denk dat die ergens. Ah, dat zie je wel. Ik kan het zeggen. Het was alleen een stuk verder naar beneden dan dat ik dacht. Maakt niet uit. No problemo. We hebben het gered. En dit is echt een geval van meer geluk dan wijsheid, hoor. Want zowel in de Filipijnen, daar stond die naam nog wel bij. En volgens mij was dat ook de eerste naam die ik zag. Dus vooruit. Maar dat had ook echt wel duidelijk een andere naam kunnen zijn. Maar deze in Nieuw-Zeeland, dat was echt zoveel geluk. Zoveel geluk. Maar goed, we hebben hem gehaald. Dat was hem voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe daily challenge en een nieuwe video. En dan zeg ik tot morgen.